Het is toch weer gelukt om een mooie stek te vinden in Frankrijk. Er is alleen nogal wat twijfel over het formaat van de vissen. Dit wordt de eerste nacht met 4 hengels, dus we moeten het morgenochtend weten. De eerste nacht heeft 3 dubbeltjes opgeleverd. 2 van een pond of 12 en eentje van 15 pond. 2 12 ponders werden gevangen door Rob. Rob Willems. Is er wat hierop? Ja, maar dat is een bruin hier. Oké, wanneer komen de grote vissen? Goed zo. Ja, ik reken op jou, hè. Oké, ik zal je niet teleurstellen. Kijk eens aan, bezoek van de andere kant van het meer. Laurens Kamp, straatvechter uit Rotterdam. Bonjour, monsieur Bas. Dat was het aan de andere kant, Lau. Bas La Butte Diek. We hebben gevangen vannacht. Ja, we hebben er 4 gevangen. Oh. Mooie? Nee, ze waren niet gretig. Ja, dat is jammer. 12. Nou, misschien komen ze vannacht aan deze kant van het meer. Ja, we zijn weer de windkant op gaan zoeken. Oké, succes. Dank u wel, meneer. Hier nog zo verdwaalde uit Rotterdam. Ja? Ferry Dal. Waar is het aan de andere kant, Ver? Ja, klein. Hè? Hebben we gevangen vannacht? Nee, niks. Wat denk je? Gaat aan deze kant beter? Ja. Oké. Achter elkaar. Succes dan straks. Hè? Succes straks. Ja, bedankt. 2 uur 's middags en actie op Rob zijn hengel. Hé! Hey. Net geen 16 pond. Net geen 16 pond, nou, dat valt tegen, hij zag er wat zwaarder uit. Een spiegel van bijna 16 pond. Nou, de zwaarste vannacht was 15. Er zit dus een duidelijk stijgende lijn in, Rob. Dat is een record. Oh. Nou ben ik aan de beurt eigenlijk. Beste Bas, je bent er nu even niet. Ik heb deze vis op jouw hengels gevangen, 21 pond. Hij vocht lekker, zeker op je Cunan hengels. Het is jammer dat je het zelf niet kon ervaren. Maar hij gaat weer terug, want we mogen hem niet zakken. Daar gaat hij, kleine Basje. Ik weet niet wat hij weegt. Eerlijk gezegd ben ik te lui om hem te wegen. Ik heb hem net gevangen, tweede vis vannacht. Een prachtige sport, echt een heel sterk beest. Ja, hij is mooi van kleur. Ook, ja, jammer dat hij een beschadiging heeft op zijn bek. Echt berensterk hier hoor. Maar hij mag weer terug, deze schoonheid. En Bexy goes. Oh! Oh, we zijn er geduldig. Nou, dan geeft hij weer plotseling tegen dan. We hebben de wind op de kant. En vis na vis volgt. Hier Bas in actie. Hey, toppootje weg. Een heel klein stuk makkelijker zonder top lag. Je had ook naar de vis, Rob? Ja, die liggen nog. Hoe groot is die? Ik denk rond de 20. Ja. Dit voelt ook wel lekker aan. Ja, die is moeilijk te schatten, joh. Dat is echt akelig sterk. Ja.
Yes. Oh, de souplesse. Vrouw man. De vissen zijn allemaal hetzelfde hier. Ze zijn mooi getekend. En ze hebben een enorme potentie. Ja. Ze zijn en sterk en ze hebben zo'n bouwen van je zegt van nou, hier moet ik over 10 jaar terugkomen. Ja, gigantisch. Deze vriendelijke vriend mag weer terug. Alright. Rob, er is nog geen weer om vis te vangen, man. Nee, het begint te regenen. Het zijn wel de vissen die ik het liefst vang. Kort en dik. Ja, je hebt er nou 4 achter elkaar, geloof ik, hè? Hij is al maar 19 pond, maar ja. Heel erg mooi. Hij mag er zijn. Ja, gewoon het liefst. Ook die raak. Ik zeg niks, het is een dik. Hij is te filmen. Hij staat er lekker op, zo. Was hij een beetje sterk, Lau? Weet ik niet meer, ben ik vergeten. Ik heb hier geslapen, dacht ik, weet ik. Daar hebben we Ferry Dal. Staat illegaal te drillen met de hengel van Rob. Hij kan het ook niet laten. Rob is even lekker douchen. Je staat nog niet een van de betere vissen te drillen. Hier is Rob vast niet blij bij op zijn hengels. Nee. Dit pondje 31, 32. Oh ja, daar zit hij niet mee. Vindt hij vast niet fijn. Nou, draai ik snel uit binnen. Ja, snap ik. Valt toch weer tegen, ver? Ja. Dat is hem. Ja, het is geen monster hè weer. Nee. Allemaal een beetje dezelfde slagvissen wat je hier vangt. Maar ja, beter dit dan helemaal niks vangen hè. Dan zet hem maar terug, gebakkie. Zit jij te doen, Lau? Er zitten bon appetite. Ja, wat zit je dan? Bon appetite? Lekker gebakken mosseltjes met gebakken eikentijten. Ja, dat geloof ik toch zelf niet, hè? Midden in Frankrijk. Het is bijna 30 graden. Gebakken mosselen met ei. Het smaakt als een... Vind je dat normaal? Ja, vind ik vrij normaal. Meestal rijden een halve liter Chablis, maar ja, daar zijn Bas verzorgen. Ja, die komt er straks aan. Jeetje, er is de kamer, zeg, is niet te boven. Het smaakt ook hier anders, hè, zoals je zo zit, hè? Mooie spiegel, vannacht gevangen. Mooie springspiegel. Ja. Vanaf 14 beter had, 13 gevangen. Ik kan eigenlijk de aas aan doen. Ja. Echt mooi hoor. Nou ja, ben je niks gewend hè, Peter? Nee, inderdaad. Ik vind het een super vis hè, dit. Een mooie vis. Nee, nee, dat is waar. Die vet kijk helemaal rond. Ja, dat is één. Wat weegt die ver? 27,5 pond. En wanneer heb je hem gevangen? Ook vannacht. Vorige week. Toch zeker niet op tijger dood hè? Nee, dubbele bodies. Oh ja. Millimeters. Trippels. Singerbait. Ja, dat is toch de methode, hè? Ik zei het al. Ja, dat maakt 5 fouten op. Dat is mooi. Eerst had ik een beetje geld. Het is een plaatje. Kijk uit. En daar komt de grootste karper in beeld. De karper bij de videocamera, dat zie je niet iedere dag. Hebben. Spiegeltje. Hier is juist gevangen op een dubbele bogie. En groene kunnen ze niet zijn. Beetje beschadigd hoor, die bek toch? Ja. Ja ook, zonde ja. Hè? Liefhaakje. Ja.
een wild visje, midden op de dag gevangen, op een dubbele boilie. Ik weet niet wat hij weegt, hij komt aardig in de buurt van de 20. 17 of 18 of zo denk ik. Ja, nummer zoveel. Ik ga hem terugzetten. Dit wordt de laatste avond op dit water. In drie nachten tijd hebben we met z'n vieren pakweg 50, 60 kuipers gevangen. Waarvan de grootste 27 pond. We proberen het nog twee nachtjes op een andere plek. Waar ze hopelijk wat groter zijn. Nou, onverwachts begin vanavond een runde barshengel onder de kant. Ja, klein maar fijn. Dat is wel een onverwacht moment, hè? Ja. Meestal komen ze pas om 1 of 2 s'nachts. Nou, beloof wat voor de nacht. Ja, op de eigenoten. Vanochtend heb ik ook zo'n kleintje daar. Ja, ze happen ook nog. Gaat er nog een? Gaat er nog een? Het is wel lang geloof ik, hoor. Of ver. Blijven rustig zitten. Blijven allebei rustig zitten. Nou, laten we hem doorlopen. Wat is dat nou? Hij hoort het niet, joh. Ze vindt dat deze kant op. Groepas. Dat is. Komt ie. Het is weer zo'n beetje het standaard maatje. Nou, de tel ben ik al heel lang kwijt. Wel mooie spiegels. Hij is van harte welkom hoor, niet te min. De verte horen we lauw aan het leren. Die staat ook een vis te trillen. En hij gaat hem terugzetten erop. Ja, oké. Klikken ze nou allemaal hè? Als je voor 5 jaar komt is het een stuk leuker hier denk ik. Ja. Nog niet? Denk. Denk je dat er te veel zit ervoor? Dat is allemaal ditje. Zo'n vis, joh, stap door. Joh. Ja, het water ligt wel zo lang. Ik heb niet daar nog in, want dan heb je ziet gelijk het water. Op de kant smogen. Nou, die zoek niet mee. Nou, mooie vis. Net even over de 20 pond. Gevangen de laatste nacht dat we hier nog zijn. Hoeveel had jij er vannacht, Lau? Ik had er exact normaal 11. 11. Jij achterop? Ja, een paar gegooid. En Dal? Dal had er 9. 9, ik had er 4. Ja, wel gigantisch hoeveel het vis gevangen in die 4 nachtjes. We zitten dik tegen de 100 denk ik. Zal ik hem even terugzetten? Ja, daar is jullie. Nou, daar hebben we de 22er. Gevangen door de mooiste man van Lac de la Chaume. Laurens Kamp. Mooiste ervan. De mooiste broek al. Wat heb je deze nou gevangen, Lau? Met een zegel of in een fuik? Nee, met mijn onderbroek. Met je onderbroek? Hij ziet die scheuren erop. Oh. Ik zit toch net te doen, zeg. Zo, een krappe techniek. Moet je mij ook eens leren. De broek van jou kennen, dat is wel je in. Nou, wacht je weer terug. Het is woensdagmiddag. We pakken nog 2 nachtjes. Op een heel klein, 2 hectare groot Frans meertje. Bill Redmeyer. Rob en ik aan de ene kant van het meer en Ferry aan de andere kant. We hebben afgesproken om het beter te gaan delen.
Nou, we zitten inmiddels een uurtje op de nieuwe stek. Ik heb al een gigant van een pond of anderhalf gevangen. En nu heeft Rob een run. Die is niet groter. Die moet groter zijn. Goed zo, dan wacht ik even af. Nou, de eerste uit French Redmire. Wat weegt hij erop? Ruim 21 pond. Leuke vis. Ja. Dat is een mooie vis, meneer Willems. Ja, eerste vis. Ruim 21 pond. Min of net een kleine 2 uurtjes zitten te vissen. Nou, dat is een goed teken. Nou, je ziet het erop. Mooie spiegel. Ja, super mooie vis. 23 pond. En weet je wat zo leuk is? We zitten hier pas een uurtje of drie. En weet je wat ook zo aardig is? We wisselen elkaar ook leuk af. Als we zo doorgaan de komende dagen, dan... Slapen we niet. Wauw, dan wordt het wel een wereldpartij. Ja. Mooie vis, hè? Ja. Vrij kort, hoog gebouwd. Hey! Ferry! Van het water, feit en een plusser. Dat is de derde vis van het water, of hè? Ja, van ons dan, naar lui dan. Mooie vis, jongen. Ik ga hem een klein beetje deze kant op draaien. Hij groeit, hij groeit. Dat is een mooie vis, jongen. Ja. Hij is mooier dan jij. Dat geeft niet, ik ben er ook blijer mee als ik. Gelijk heb je. Hij is echt prachtig. We zaten net rustig te ontbijten en een run op Bas' hengel. Bas denkt dat het een behoorlijke vis is, dus laten we even afwachten. Nee, valt tegen. Hij komt al naar de oppervlakte. Pond of 10. Nee, valt tegen hoor. Zat hij aan? Volgens mij niet. Ja, ja. Weer zo'n prachtig Frans visje. Gaf leuke strijd trouwens. Nou ja, ik ga hem gauw terugzetten, want ik wacht op een 30er. Dat kan nou niet lang meer duren, Rob. Trouwens, jij bent aan de beurt. Oké. Eén stinkende grasklapper. Valt mee dat hij zich zo lang stilhoudt. Dan maak je zelden mee met graskarpers. Het is best een leuke vis. Ja, ik denk dat hij zo 85 centimeter is. Ja, zeker wel. Nou, het is erg rustig. Voorbeeldige vis. Gaat regen erop. Nou, dat was een mooie run. Ja, mooie dat in ieder geval. Ik heb alleen het drillen even gemist. 18 pontjes. Ja, hij staat erop, Lau. Staat hij erop? Zet hem maar terug. Uit mijn barst. Ja, in mijn zak of zeg maar. Komt hij maar. Zo. 22 pond. Kijk, Lau, dat had je nou niet moeten doen, hè? Dan val je wel tegen, maar... Wat is hij, 22? Ja, ik dacht hij zwaarder was. Ik had een 23er. Dus je bent er nog lang niet. Goed zo. Dat was 5 sterk. Maar je dwingt me nou toch wel om heel snel een 40er te gaan vangen. Het is 10 voor 6. Laatste avond. Wat is er daarop? Ja, we geven het niet op. Maar het begint er tegenaan te lopen nou. Gaat niet goed zo, hè? Al een tijdje geen beet gehad. Nou, misschien komen ze straks. Succes. Nou, het is vrijdag. De laatste dag. Vanmiddag om 1:05 gaan we rijden. En deze kwam vanochtend. Een graskarper. Een stinko. 22 pond. Ik dacht nog even dat ik er een meerval aan had vandaag, maar ik had mijn bril niet op. Dat is heel... Nou, dat is toch een leuke vis.
Nou, ik schat hem wel een meter als ik zo kijk. Ja, dat wist hij wel ongeveer. Stiekertje schrijf. Nou, het is vrijdagmiddag, 2:30. En daar komt het toch weer een, Rob. Ja, ik ben bang dat dit mijn laatste vis van de dag is. Nou, ik zou die breken, we hebben nog 2 uur. Maar het is wel een hele mooie. Ja. Mooi dik vis. Nog een uurtje of twee, dan gaan we opruimen. Dan gaan we weer richting Holland, helaas. Ja, dan gaat hij weer. Zet hem maar terug. Ja, het is 3:30, denk ik. We zijn volop aan het opruimen, biffies zijn al afgebroken. En bij het scheiden van de markt, toch nog een run van deze vis. Hetzelfde als de prachtige spiegeltje. Allemaal een beetje hetzelfde slag hier. Deze was vreselijk sterk trouwens. En hij heeft zijn best gedaan. Ik ga afscheid van hem nemen. En vertrouw hem weer toe aan het water. Ik zet hem terug op. Ja. Nou Rob, dat was het. Inpakken. Wegwezen. En naar huis. Het is vrijdagmiddag 5 uur. Een half uurtje. Kom op. Oké, nog een half uurtje dan. Maar ik sluit wel af.